Ik heb mijn vlog van Lissabon eindelijk geüpload. Het duurde echt een eeuwigheid voordat hij online stond, maar hij staat erop. Ik zal hem anders wel even hieronder linken als je hem nog niet hebt gezien. Maar ik dacht, ik ga gewoon lekker doorvloggen. Want dan blijf ik tenminste een beetje in die vlogging spirit. En ik ga vrijdag op reis, dus dan wil ik ook weer gaan vloggen. En dan, nou ja goed, practice makes perfect. Dus wie weet krijg ik nog een keertje onder de knie. We gaan zo eventjes de stad in. Meestal op zondag, als we niks te doen hebben, dan vinden we het heel fijn om lekker te gaan wandelen. Dus dan wandelen we lekker door de stad en halen we lekker ergens koffie en gaan we lunchen. En, nou ja. Dus ik dacht, ik neem jullie vandaag mee en dan kunnen jullie zien hoe ons perfecte zondagje eruit ziet. Ik ga jullie ook even mijn outfit laten zien, want dat hoor je te doen in de vlog. Even kijken. Dit heb ik vandaag aan. Een witte trui van Gunny. Een flare jeans van River Island. Die overigens echt heel lekker zit. Een tas van Mango. Mijn acne. Laarsjes. En de petjes van de H&M. En we wachten nu op een cinnamon roll, een vers uit de oven. Dan gaan we zo lekker. Bij smoothie, sorry. Bij de cold pressed juicery. En dit is de sinner. Als je een keer daar een smoothie gaat halen, dan moet je voor de sinner gaan. Tenminste, het is net wat de naam zegt. Het is niet het allergezondste waarschijnlijk, maar hij is heel zoet. Wat zit er ook allemaal in? Banaan, kokos, dadels. Cashewnootjes. Ik herhaal het gewoon. Ja, dus mandelmelk. Het is lekker heel noterig. Ja. We hebben er eentje gedeeld. Het voelt wel heel erg. Ik ben altijd jaloers op Milan's lerenjasje. Ik wil hem ook. Misschien dat ik hem wel gewoon aandoe. Het is nog best wel cool, denk ik. Een beetje oversized. Schouders. Dat vind ik snel. Oh, de zielen. Nu vind ik koud. Zo lief. Milan en ik willen dus heel graag een hondje. En nu is de vraag, of een kleine Franse boel, want die zijn gewoon zo leuk, of een dwergtackle. Wat zouden jullie kiezen? Ik ben wel benieuwd. Wij neigen toch meer naar een dwergtackeltje, omdat ik vroeger ook een tackle heb gehad en dat vond ik zulke leuke honden. En nou ja, die zijn ook zo klein, die kun je overal mee naartoe nemen en zijn toch wel hele leuke eigenwijze beestjes. Maar ja. Franse boel, hallo. Die zijn ook zo schattig. Deze muziek is trouwens zo leuk. Zullen we even gaan kijken? Ja, dat vind ik goed. Jij moet gaan dansen. Lekker spontaan, joh. Ja, dat is dan. Ja,
goed dan. Dat is goed. Meneer wil toch heel graag naar voren kijken. Wat ik overigens wel snap. Nederland speelt. Ja. Nou ja, we gaan gewoon lekker naar huis. Het is ook wel fijn. Even een avondje thuis. Gaan we lekker koken. Nou ja, koken. Dat valt ook wel weer mee. We zijn weer lekker thuis. Met de boodschapjes uitgepakt. Kaarsjes aangedaan. Geurstokjes aangedaan. Die had ik net gekocht bij Sarah Home. Dat zijn deze. Ze zijn echt heel lekker. Ik heb de ginger, lily en puur gardenia. Dus het huisje eventjes gezellig gemaakt. Zometeen lekker koken. En het weer is echt helemaal omgeslagen. Sylvie is aan het regenen. Ik. Bah. Lekker mijn chill pakje aangetrokken. En dan ga ik naar Orange is the New Black kijken. Dat kussentje heb ik trouwens net gekocht bij de Sarah Home. Is echt zo'n heel leuk, fluffy kussentje. Ze lijkt heel lief, maar het is echt een boefje. Hallo. Ik heb lekker een saladetje gemaakt. Allermakkelijkste salade ooit, maar wel de allerlekkerste. Ik doe gewoon veldsla met verse mozzarella, tomaatjes, avocado, olijfolie. Gemakkelijk. Oh ja, natuurlijk. Ook zit er prosciutto, zit er dan een beetje doorheen. Ah, goedemorgen. Het is vandaag maandag en vandaag heb ik een hele leuke shoot met Fashion Chick. Ik weet nog niet zo goed wat ik allemaal wel en niet mag vertellen. Het is nog een klein beetje een geheimpje. Maar ja, dus ik dacht ik neem jullie mee. Dan kunnen jullie zien hoe dat er een beetje naartoe gaat. Onwijs leuk. Er is gefilmd voor een nieuw televisieprogramma. Dat iedere dag, of nee, niet iedere dag, zondag, dat is met donderdag wordt het uitgezonden. Maar ik zal jullie nog wel even alle informatie erover geven. Ze zijn nu in ieder geval druk bezig met de opnames. En het was echt een hele leuke dag, super leuk team. Dit was trouwens mijn make-up. Ik heb het nog helemaal niet goed laten zien volgens mij. Maar het is echt zo mooi. Ze heeft het zo mooi gedaan. Lekker messy. Nu ga ik de hele middag / avond thuis werken. Ik heb nog een aantal dingen die ik moet doen voor mijn blog. Voor een nieuwe video aankomende donderdag. En voor soap. Want ik werk iedere dinsdag en donderdag zit ik op kantoor bij de Soap Treatment Store. Daar doe ik de social media voor en alle online activiteiten. Dus daar heb ik ook nog veel voor te doen. Dus ik zit hier de hele middag denk ik wel achter mijn bureautje geplakt. Achter mijn iMac. Ik heb even snel een koffietje voor mezelf gemaakt. En ja, moet ik echt eventjes even aan de slag. Dus ik denk dat ik ook bij deze de vlog ga afronden. Tenminste voor vandaag. En dan woensdag heb ik ook een paar leuke dingetjes op het programma staan. En donderdag is Vogue Fashion Night Out. Dus dan ga ik jullie ook meenemen. Een leuk event van Zalando en van Supertrash. Dus neem ik jullie mee. Eindig naar Berlijn. Maar daar komt dan weer een losse vlog van. Dus een aantal hele leuke dingen in het vooruitzicht. Dus ik ga nu alles lekker editen en voorbereiden. En dan zie ik jullie denk woensdag weer. Hallo allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik zou eigenlijk gisteren ook gaan vloggen. Maar het is er niet meer helemaal van gekomen. Want ik had gisteren niet echt een hele interessante dag. We zijn een marktje aan het afbouwen. Het is altijd echt een enorm lawaai. Anyway, waar was ik gebleven? Oh ja. Het was niet zo'n hele interessante dag gisteren. Dus ik had besloten om de camera maar eventjes te laten voor wat het was. En vandaag heb ik de hele dag gewerkt bij Soap Treatment Store. Waar ik dus 2 dagen in de week de social media voor doe.
En vanavond is Vogue Fashion Night Out. Dus het leek me wel leuk om jullie hier mee naartoe te nemen. Wellicht gaan er een aantal van jullie ook vanavond. Altijd een heel leuk evenement. Maar voor degenen die niet gaan, kunnen dan toch ook een klein beetje bij zijn. Ik heb eerst een store opening van Ted Baker. Dus daar ga ik zo eerst heen. En daarna ga ik naar de PC, waar het allemaal gebeurt natuurlijk. En daar ga ik, zal ik vooral te vinden zijn bij Zalando Fashion House. Dus ja, ik ga het jullie allemaal laten zien en dan zie ik jullie zo weer. Ik zal jullie ook even mijn outfit laten zien, want ik denk niet dat ik er zo aan toe kom om het te filmen. Dus ik heb een lang gilet aan van River Island. Die heb ik trouwens heel veel aan. Ik vind de kleur heel mooi en hij past eigenlijk wel overal bij. Zo'n ideaal ding om een beetje mee te layeren. Daaronder een ja, soort van zijde oversized t-shirt, een leren broek. Mijn glimmende bras, waar ik echt dol op ben. Die zijn zo, ik vind ze zo gaaf. Ik heb ze in de sale gevonden bij de Zara, dus ik ben bang dat ze er niet meer zijn. Maar ja, ik ben echt heel blij mee. Ik heb weer mijn tas om van Mango en ook weer een hoedje op van de H&M. Ik ga nu snel racen, want volgens mij ben ik al een beetje. Fashion Night Out. En het was een ontzettend gezellige avond. Nee, het was echt leuk. Samen met Steve. En Milo kwam gezellig ook op een gegeven moment erbij, maar die was aan het werk. En nu ga ik lekker slapen, deze vlog editen. En dan ga ik morgen naar Berlijn, waar ik heel veel zin in heb. Nee, ik ga eerst de vlog editen en daarna slapen. Hij zei slapen en vlog editen. Oh, nee. Eerst deze vlog editen, daarna lekker slapen. En mijn koffer inpakken, want ik ga morgen naar Berlijn. En dan neem ik jullie ook gezellig mee. Dus ik zie jullie in mijn volgende vlog weer. Doei!